Hallo internetvrienden, daar was ik weer. Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor alle leuke comments en reacties onder de video's. Ik denk dat ik nog nooit van mijn leven zoveel heb geüpload. Ik ben ontzettend blij dat Femke er is om me te helpen. Ik zou eigenlijk niet weten hoe ik het zonder haar zou moeten doen. Zodra deze video online komt, is het waarschijnlijk weer knijterwarm. Dus mocht je iets leuks doen of aan het doen zijn of lekker vakantie hebben of op vakantie zijn, heel erg veel plezier daarmee. Laat me in de comments even weten wat je allemaal uitspookt en natuurlijk ook wat je vindt van de afleveringen. En laten we dan maar gewoon lekker gauw gaan beginnen. De aflevering begint en terwijl dat de singles op een bootfeestje zijn, komt er een nieuwe ex binnengestrompeld. Terwijl het feest in volle gang is, brengen wij alvast de volgende nacht mee in gereedheid. De ex heeft konijnenoren op, dus het kinderboerderijgehalte wordt nog een stukje hoger, denk ik zo meteen. In de tussentijd komen Mark en Brandy eindelijk toe aan dat goede gesprek dat ze nog moesten voeren. Oh, jij was gewoon zo goed voor mij en ik weet gewoon hoe gevoelig meisje je bent, snap je? Echt zo super bedachtzaam. Als je er dan de volgende keer voor kiest om helemaal niet vreemd te gaan, dan hoef je haar dat slechte nieuws ook niet te brengen. Ik moest gewoon eerlijk zijn van het begin tegen jou dat ik helemaal nog niet klaar was van de relatie. True. Ik heb jou gezegd, als je niet serieus bent, bel me over 10 jaar, snap je? Schat, over 10 jaar zit jij al lang met je hoofd bij iemand anders. Wel lief van je hoor, dat wel. Ik kon je gewoon niet zeggen van, hey, Brandy, het is klaar. Ik ben daar gewoon veel te gevoelig voor. Je was zo goed voor mij. En als ik als die janken deed, gewoon had pijn aan mijn hart, snap je? Dit is echt zo'n typisch verhaal. Als je dan iemand heel graag het voordeel van de twijfel wil geven, dan doe je dat wel zo op deze manier. Het is discutabel allemaal wel hoor. Maar ik geloof wel echt dat er weinig kwaad bij zit bij deze jongen. Hij is gewoon niet zo handig verder, bijvoorbeeld met de gevoelens van iemand anders. Daarom dacht ik gewoon op een gegeven moment van, hey, fuck die shit, ik ben gewoon echt slecht voor haar. Ik blokkeer haar gewoon, dat ze niks meer van mij komt te weten, dat ze niks meer van me hoort. Maar ik heb gewoon echt een lief bericht gestuurd van, ja, dat ik het gewoon heel jammer vind. Ja, klopt. Dat heb ik. Nou, hè, wat leren we hiervan? Eerlijkheid duurt het langst, de waarheid is hard, maar wel beter dan je beste vriendin blokkeren op Instagram en WhatsApp, omdat je niet weet hoe je een moeilijk gesprek moet voeren. Schrijven we mee? Ik denk eerlijk gezegd echt niet dat ze nog gevoelens voor me heeft. Nou, ik denk het eigenlijk wel, jongen. En met haar ook nog een aantal anderen, dus ze kan in de rij gaan staan. Goed, nou ja, nu dit natuurlijk opnieuw niet uitgepraat is, kunnen we terugschakelen naar de villa om de nieuwe ex te verwelkomen. Als je alleen maar denkt dat je met al die leugentjes er zomaar vanaf kan komen, dan kom ik zelf de waarheid wel halen. Zo makkelijk kom je niet van mij af, Jonna. Ik moet zeggen dat geliegen is wel echt een terugkerend patroon bij deze jongen. Letterlijk elke chick die de villa binnenkomt, heeft het er wel over. Lies, vertel even wat over jezelf. Ik ben Lisa, 24 jaar en ik ben de ex van Jonna. Jonna en ik leerden elkaar kennen via het uitgaansleven, als werk eigenlijk. En zo zijn we een beetje gaan appen, gaan flirten en zo zijn we een beetje gaan daten eigenlijk. Maar goed, nog eventjes over dat leugenachtige gedrag van Jonna. Hoe zit dat nou, Lies? Jonna en ik zijn ongeveer 3 maanden samen geweest. Toen kwam hij ineens echt met de kutsmoes dat hij op vakantie ging naar Thailand en nu blijkt hij hier te zitten. Ja, nou nee, die moet ik Jonna wel nageven. Het is natuurlijk een beetje algemeen bekend dat je dat soort dingen niet aan de grote klok mag hangen als je meedoet aan zo'n programma. Ik dacht er wel echt van, wat een lul ben je dat je gewoon niet eerlijk tegen me kan zijn. We hebben zoveel gebeld, zoveel gedate, samen geweest. Ja, toch moet je met van die kutsmoesjes komen om het af te kappen. Omdat je niet mans genoeg bent om gewoon eerlijk te zijn. Oké, true. Sowieso vond ik hem al niet echt mans hoor, na de vorige aflevering. Maar dat terzijde. Ik kom in eerste instantie echt voor Jonna. Ik ben heel benieuwd of hij een uitleg heeft voor wat hij hem heeft aangedaan. Voor wat haar is aangedaan? Vriendin, ik snap dat je een verhaal nodig hebt dat het allemaal niet zo leuk was en zo. Maar volgens mij gaat het nog wel goed met je gewoon, toch? Waar kom je voor? Gezelligheid. Of dat met Jonna is of met iemand anders. Nou ja, gezelligheid met Jonna, daar zou ik persoonlijk niet echt op rekenen. Maar ja, hè, wie ben ik? Hadden jullie een relatie toen hij hierheen kwam? We hadden niet echt een relatie, maar we waren wel flink aan het daten. Hij heeft het echt 2-3 weken van tevoren kapt hij het ineens heel onverwachts af. En toen wist hij waarschijnlijk gewoon dat hij hierheen kwam. Ik moet zeggen, ze lijkt me verder wel een toffe chick. Gewoon relaxed. Jonna is lekker op dreef volgens mij geweest in Nederland. Want het is al de tweede keer dat hij liegt. Ja, foei, Jonna. Kom je gewoon op je plek zetten. De seksuele spanning spat er vanaf. Veel succes samen, jongens. Hopelijk doet Jonna nu niet weer zo vervelend. Als het tussen 2 mensen absoluut echt nooit wat kan worden, dan is het tussen Jonna en Cynthia. En daarom sturen de programmamakers ze samen op date. Ik heb wel zin in de date. Want in de groep doet hij alsof hij echt het mannetje is en doet hij alleen maar met ze mee. Maar ik denk als wij zo meteen met z'n 2 zijn, dat hij dat niet gaat doen. Eens even kijken hoe dat ze vergaat. Waar proosten we op? Op een fatsoenlijk gesprek. Leuk, schat. Dat probeer ik het hele seizoen al te manifesteren. Echt heel fijn dat je een beetje een tandje bijzet. Jonna, die wil weten hoe het zit met de attitude van Cynthia. Maar vertel. Ja, wat wil je weten? Je komt de villa in. Ik kom de villa in, ja. Je gooit gelijk vuur. Waarom is dat?
Omdat ik pittig ben. Fout antwoord. Dit is echt zo geen excuus om jezelf te misdragen. Ja, ja, ik heb gewoon veel temperament. Oh ja, is goed. Tuf me dan maar in mijn gezicht. Weet je wat het is? Zeg gewoon eerlijk. Point to point. Ik ben niet het type waar ik op val. Mm-hmm. Op het moment dat we in de club zouden staan, dan zou ik voorbij lopen. Zal ik nu eens met je praten. Jonna, die gaat op zijn beurt ook niet echt per se voor de sympathieprijs, zie ik alweer. Ja, zit je dan. Eenmaal terug in de villa mag Lisa Jonna alsnog blij maken. Jouw extra power is dat jij vanavond mag bepalen welke jongen en welk meisje er in de love mansions mogen slapen. Oh. Je mag ook jezelf kiezen. Oei, oei, oei. What am I gonna do? Ja, maar het is niet zo moeilijk. Dit is niet zo moeilijk, hè? Ga je mee? Nou, Jonna, dit is je kans om alsnog sympathiek over te komen. Pak hem alsjeblieft. Doe het. Volgende ochtend. Laten we even de stand opmaken. Er is nog niet geneukt. Nee, nog niet. Nog niet. Het was wel een soort pikstap van Jonna, ja. Het wil ook echt niet lukken, hè, jongen. De rest van de villa die staat er ook van te kijken. Door ons netjes gedragen. Nee. Wat? Zij, hè? Hebben jullie niet geneukt? Schat, snap jij het? Hij is zo'n goede jongen al de hele tijd. De Jonna-show is voor nu eventjes afgelopen, want het is tijd voor een nieuwe ex. Dus kom maar hoor, jongen. Het is niet te menen. Oh, wat de hel. Het is niet wat is te dit nou weer? Dit is het format. Je doet namelijk mee aan Ex on the Beach. Dan is het dus een beetje het idee dat er exen zijn op de beach. Hoi. De laatste keer was je nogal claimerig. Nou, dat vind ik bijzonder, want Cynthia heeft er de afgelopen 3 afleveringen alles aan gedaan om iedereen ver bij het schuitenbuurt te houden. Nieuwe ex, vertel eens eventjes wat meer over jezelf. Ik ben naar Ex on the Beach gekomen om lekker veel te nemen en om veel drama te veroorzaken. Bij deze blijf ik eigenlijk ook liever uit de buurt als ik hem zo hoor. Van vrouwen krijg ik altijd wat te horen dat ik een dikke heb en dat ze altijd pijn hebben naar de dus dat is een goed teken. Ik weet niet of dit een goed teken is. Voor je ego misschien. Voor de ontvangende partij is het toch vaak ook wel gewoon leuk als het lekker is, toch? Cynthia, wat vind je ervan? Ik vind het gewoon een kneus. Ik mag hem niet. Hij mag wel seks met me hebben, maar voor de rest moet hij uit mijn buurt blijven. Zo valt ze daar toch spontaan even uit de rol. De nieuwe ex krijgt een extra power. Jouw extra power is dat je vanavond nog iemand naar huis zou sturen. What the fuck? Leuk. Ik ga wel een beetje... De hele groep is super close, dus ik denk dat je sowieso in de problemen komt. Ja, ja, je moet gewoon doen waar je de kut kan. Weet je wat het is? Je moet gewoon doen waar je zelf gewoon met die... Degene met de mooiste dame ga ik naar huis toe. Wat? Degene met de mooiste dame ga ik naar huis toe. Oh jongens, dit wordt wat. Als hij het op die manier gaat beslissen van hun de knapste vrouw, heeft hij gewoon heel de groep tegen hem. Ik denk sowieso dat je de hele groep tegen je hebt met zo'n power. Dit valt echt niet meer te redden. Ik hoop dat hij een beetje mee heeft, want die kaarsrechte tanden van hem, die staan denk ik niet meer zo mooi strak. De koppeltjes hebben het erover tijdens hun groepsdate en Mark Jr. is duidelijk. Ja Ellen, zou jij mij volgen? Ja, nee, absoluut. Anders weet ik ook de stand van zaken en dan ga ik ook niet met jou verder, snap je? Ach jongen, gun die griet ook eens wat. Pardon? Zo, pardon. Nou, dat vindt ze zelf ook. Goed zo. Jongens, laten we die pleister direct maar gewoon aftrekken. Zeg het maar, jongen, wie moet er naar huis? Dat ben jij, Joey. Nee! Nou, ik knipper 2 keer met mijn ogen en Jonna vliegt door de lucht. Dit is ook weer zo'n situatie. Dit gaat zo ongelooflijk snel. Mijn brein heeft gewoon niet de tijd om te registreren wat er gebeurt. 1 ding is in ieder geval zeker. Megan, die is overstuurd. Let it down, man! What the fuck? Laat me helemaal niet naar huis zijn. Dit is fucking erg, man. En de Oscar gaat naar... Ik vind het niet erg, Joey, man. Nee. Oké, doei! Hé, hey, wow, mee. Ik zag het op het strand ook al. Hij had al zijn pelen op mee, hè? Nou, hij heeft een beetje een verkeerde inschatting gemaakt dan. Goed, anyhow, iedereen is deze actie al heel gauw vergeten. Want tijdens het vertrek van die 2 heeft hij al met de halve villa gezoend. En staat hij op het punt om te gaan wiepen met Ellen. Ja, Mark, daar sta je dan, te kijken. Mark Jr., de player van het huis, wordt eventjes heel gauw gehambeld door het konijntje die precies dezelfde streken heeft als hij. Was lekker, Marik. De nieuwe guy. Oh, ja, nu zijn we kit. Was nu lekker. Nu kunnen we serieus beginnen. Goed, nou ja, lang duurde deze ruzie niet, want 3 seconden later staan ze weer met elkaar te tongen. Jongens, jullie verdienen elkaar. Goed jongens, dit was allemaal weer. Ontzettend bedankt voor het kijken. Ik zie jullie natuurlijk weer volgende keer, want er zijn nog een aantal afleveringen over. Ik ga gewoon lekker door. Tot nu toe was dat. Ik ga lekker naar het strand dit weekend. Ontzettend bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Adieu!